Hallo allemaal en een hele goede hallo allemaal. Ik heb vorig jaar een video gemaakt over het boek Zitvolleybal. En ja, daar sta je niet bij stil. Maar voor het Zitvolleybal, het boek Zitvolleybal, daar moet je echt even voor gaan zitten. Daar moet je echt even de tijd voor nemen. En ja, kijken wat er gebeurt. Als je het boek opent. En dat gaan we samen doen. Dus jongens, wees er klaar voor. Neem de tijd. Ga er lekker bij zitten of staan. Wat jij het liefst wil. Zit volleybal. Van, hoe heet hij ook weer? Jouke de Haan heeft het boek geschreven. En het is echt een prachtig werk. Kijk. De ontwikkeling van het zitvolleybal. Het huidige zitvolleybal, ja, dat mag zich verheugen in toenemende belangstelling. Dat weet iedereen. Want ja, wie kijkt er nou niet heel graag naar zitvolleybal? Het is een prachtige sport. En de mensen die dat beoefenen, die vinden dat ook. Die vinden het ook een prachtige sport. Anders zouden ze het niet doen, weet je. Sta daar maar eens bij stil, weet je. Sta daar maar eens bij stil. Of juist niet. Want bij zitvolleybal moet je niet stilstaan. Dan moet je eigenlijk zittend volleybal spelen. Dus daar kan je helemaal niet bij stilstaan. Dus het is heel raar dat hij dat dan zegt. Als we dan kijken naar de plaatjes. Nou, hier zitten ze dan. Met z'n allen. Te volleyballen. En dat is best bijzonder. Want ja, dat mag er ook wezen. Kijk hier. En ja, nou ja, ze hebben het allemaal heel erg naar hun zin. En ik zit te denken over dat volleybal. Eigenlijk heel knap is van die mensen dat ze dat zittend doen. Want normaal sta je eigenlijk bij volleybal. Maar ja, wat is normaal, weet je? Voor de mensen die dus zittend volleybal doen, is staan eigenlijk dus niet normaal. En daar sta je van te kijken. Kijk, de spelregels. Er zijn dus scheidsrechters en die komen voornamelijk uit de volleybalwereld, staat hier. Nou, dat lijkt me best logisch. Je kan wel iemand vanuit de tennissport bij een zitvolleybalwedstrijd zetten, maar dan denkt diegene ook, wat sta ik hier nou te doen? Ik sta hier dus als tennisleraar zitvolleybal te beoordelen. En dat slaat helemaal nergens op. Liften. Het onreglementair omhoog komen van de vloer is bij elke spelactie verboden. Nou ja, dat is toch ook gewoon prima. En bij de ultieme pogingen om een bal te verdedigen kan de scheidsrechter toestaan de bal toch als goed te beoordelen. Nou, dus daar heb je als tennisleraar helemaal niks te zoeken. Denk ik zo. En dan sta je ook behoorlijk voor lul. Zittend als tennisleraar. Of zal je maar als zwemleraar bij een zitvolleybalwedstrijd, ja, dan ben je ook helemaal uit je comfortzone, weet je wel. Dan denk je van, ja, waar is dat water? Wat zitten die mensen daarna te doen? Sta op en ga zwemmen of zo. Jong leren. Het aan de gang houden van de bal in dit gebied is het belangrijkste doel. Ja, dat lijkt me logisch. Want ja, anders kan je net zo goed niet gaan zitten volleyballen. Dan kan je net zo goed lekker naar huis gaan in je rolstoel. Met alle respect natuurlijk. Voor de mensen die dat doen. Bovenhands en onderhands. Spelen van de bal individueel vanuit stilzit.
vanuit zit de bal omhoog gooien en boven het hoofd vangen. Dus je vangt hem boven het hoofd. Ja, dat is logisch, want als je hij komt niet van onder. Want je zit, weet je. Je gaat niet van dat van onder naar je toegeworpen wordt. Alhoewel, als je zit, nou, dan sta je wel even van te kijken dan. Als je op de grond zit en iemand gooit van onder een bal naar je hoofd. Een hele rare sport zit voor die bal. Echt, dit boek is echt een boek der wonderen. En ik denk dat we hier nog heel veel over gaan leren met z'n allen, jongens. Dus de aanval. Het slaan van de bal via de grond en de muur. Dus via de muur. En dan op de grond. En, ja, en dan zit jij daar te wachten. Ja, je kan niet lopen. Je mag wel lopen, maar het is zitvolleybal. Dus dan is het alweer tegen de spelregels. En jongens, ik ga hier nog heel veel over vertellen. Zitvolleybal, het is echt een prachtig boek. En ik ben blij dat ik het weer gevonden heb. En ik ga jullie de komende tijd echt meenemen hierin. En dan gaan we daar even voor zitten. Voor nu is het wel even genoeg geweest. Dus, ik sta ervan te kijken dat ik dit aan het doen ben. Het zit me even niet lekker. Maar goed, zit volleybal. Ja. Sta. Zittend. Volleybal te doen. Jongens, een hele fijne solstice.